heb ik een What I Eat in a Day video. Ik had al verteld dat ik hier een serie van ga maken. En dit is dus het begin van de serie. Ik heb niet hoe ik dat moet zeggen hoor. Met cliché. In ieder geval, vind je dit een leuke video? Doe dan vast een duimpje omhoog. Zodat ik weet dat ik vaker van dit soort video's moet maken. En vergeet niet te abonneren. Dan zou ik zeggen, laten we maar gewoon meteen met de video beginnen. Zonder al te veel gelul vooraf. Ja. Hey en welkom bij deze nieuwe video. We hebben een wat ik op een dag eet video. Ik ga hier een serie van maken, dus er komen nog meerdere delen op vrijdag. In totaal 5 afleveringen, dus stay tuned. Ik begin de ochtend met thee. Ik ben geen koffiedrinker. Ik was vroeger wel een koffiedrinker, dus vandaar dat ik nog wel mijn witte aromatische schuim over mijn thee heen doe. En dit is echt het allerlekkerste met chai thee. En kaneel en havermoutmelk is gewoon echt yummy. En een mens kan natuurlijk niet alleen op thee leven, dus we gaan mijn favoriete crackers maken. Voor degenen die mijn vlog volgen weten dat ik dit echt zo lekker vind, dat ik dit super vaak eet. Het is super simpel, maar echt goddelijk, I swear. Gewoon heel simpel, 2 crackers, maakt niet uit welke crackers en wat hummus erop. En ik vind deze hummus echt de lekkerste. Ik heb heel veel geprobeerd, maar ja, dit is toch wel echt mijn favoriet geworden. En ik heb hier augurkjes en je kan ze al klein gesneden kopen en die gaan er dan bovenop. En ik zweer het je, het lijkt een beetje tonijnerig en het is echt lekker. En ik doe er nog wat peper bij, geen zout, omdat ja, hummus is van zichzelf al vrij zout, dus ik doe niet nog meer zout. En dit is het resultaat. En voor lunch gaan we even heel lekker uitgebreid doen. Ik heb sushi op het menu staan. Ik hou van sushi, maar het is jammer genoeg best wel vaak altijd eigenlijk met vis. Ik heb gewoon een heel handig receptje in elkaar geflanst. Ik heb het zelf bedacht. En ik denk dat dit wel een succesje kan worden. Ik vond het heel erg lekker. Mijn kinderen vonden het heel erg lekker. En ja, Nicky vond het ook lekker. Dus iedereen vond het gewoon lekker. Punt. Dus jullie vinden het ook lekker. Maar het is echt super simpel. We gaan hem nu gewoon maken. Ik ga als eerste sla in kokend water doen en dan in koud water. Ben jij te lui? Heb je geen zin? Maakt niet uit. Doe hem dan eerst onder de hete kraan en daarna onder de koude kraan. Het is alleen maar zodat de sla wat zachter wordt. Ik heb hier romaine sla. Ik weet niet of ik het goed zeg. Nou, als ik het fout zeg, ja, jullie weten. Ik zeg al die eentjes fout. In ieder geval, ik heb water uit de koelkast gepakt. Ik heb 1 avocado. Die ga ik doormidden snijden. En de ene helft ga ik gebruiken om een puree van te maken. En de andere helft ga ik gebruiken om het in plakjes te snijden en erin te doen. Je gaat zo zien waarom ik dat doe. Waarom ik het dus zo verdeel. Avocado is overal altijd lekker bij, dus ja, doe lekker je ding. Hier doe ik wel zout bij en ook peper erbij, want dat is wel te lekker, you guys. Prakken, 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 prakken. Ik prak het totdat het een soort van babyvoeding-achtig iets wordt, want ik hou er niet van om die klontjes erin te hebben. Dus heel fijn, fijn, fijn plakken. En dan heb ik hier mijn sla, wat in koud water ligt. Echt heel erg koud water, want ik had het van de koelkast gehaald. Het is de bedoeling dat ze gewoon lekker zacht zijn. En dan snij ik het binnenkantje eruit. Want die hebben we niet nodig. Want die vouwt niet echt goed mee. Ze hadden overigens alleen nog maar de kleine krop sla. Het liefst doe ik dit met een hele grote krop sla. Want dan heb je wat meer ruimte. Maar ja, ik moest even met een kleintje doen. Dus ja, je plakt gewoon alles naast elkaar. Net als dat je vroeger gewoon knippen en plakken deed. Weet je, op de kleuterschool. En dan dep ik het even droog. Want het is wel heel erg nattig nog van het water. En dan heb ik hier een rode wortel. Ik wilde wat meer kleur in de brouwerij gooien. Dus vandaar dat ik een rode en een gele heb. Ik vind dat ik qua kleurcontrast altijd wel heel erg mooi. Buitenkant haal ik er altijd af. Ja, ik vind het gewoon niet zo fris om dat in mijn dingen te doen. Ik weet, ik doe dat altijd. Maar ik snij wel de komkommer in van die stroop. Dan is het ook makkelijker om te vouwen. En ja, zo ga je eigenlijk gewoon de hele tijd door. Doordat je bijna geen wortel meer overhoudt. Pas op met je vingers, want ik heb hem echt zo vaak in mijn vinger gesneden. Dat wil jij niet weten. En dan heb je dus van die strookjes. Andere wortel die ik over heb, die ga ik in hele dunne stengels snijden. Dan heb je toch een wat ander contrast erin zitten. En mijn komkommer. Met mijn komkommer ga ik hetzelfde doen als wat ik net met mijn gele wortel deed. Ook in sliertjes. De helft bewaar ik, want die gaan we later gebruiken voor in een sapje. En dit helftje gebruiken we nu. En de salade die we nu dus maken, wat we nu allemaal snijden, dat gebruiken we vanavond ook weer bij het avondeten. Dus alles wat we snijden gebruiken we eigenlijk weer.
En één klein boseitje, die snij ik ook in zijn lengte. En hier heb ik mijn avocado die ik in blokjes of in schijfjes ga doen. Moet je zelf weten wat je lekker vindt. En dan gaan we nu alles in elkaar zetten. Nou, hier heb ik dus mijn wortel die ik erop opgooi. Ja, ik gooi hem erop. Doe ik even. En ik heb mijn avocado en mijn kiemgroenten doe ik erop. En als laatste doe ik ook nog mijn komkommer erbij. En natuurlijk de pijnboompitten niet vergeten. En wat belangrijk is, is dat je de geprakte avocado er langs smeert, zodat je hem goed kan dichtvouwen. We hebben nu geen rijst natuurlijk, omdat we zijn healthy en lean. Dus geen rijst. Dus dan moet je het maar iets anders verzinnen om het te vast te plakken. Dus ik heb voor avocado gekozen. Ik heb er zelf nog wat sesamzaadjes overheen gedaan, want dat vind ik persoonlijk echt lekker. En zo ziet het dan uit en dan doe je hem heel even in de koelkast. En wanneer je het uit de koelkast haalt na een half uur, heb je dit. En het was echt super, super lekker. Ik had niet verwacht dat het zo lekker zou zijn, want het was eerder een probeersel van me. Maar ik vond het echt lekker, ik heb echt genoten. En ik had sojasaus nog met die kruiden die ik van de Sumo altijd heb, die ik daar altijd koop. Voor 1 euro, dat heb ik al vaker gezet, dat kan je dus daar gewoon kopen. En het is echt, echt lekker. Als tussendoortje heb ik voor papaya gekozen. En ik weet het is koud, maar ik vind papaya zo lekker. En de papaya van de Lidl jongens is echt altijd goed. Is altijd on fleek, is gewoon altijd lekker smeuig. En heerlijk. Wat ik doe is alle pitjes eruit halen. En citroen eroverheen. Ik weet niet, het zure met het zoete vind ik persoonlijk heel erg lekker. En dan wat havermoutvlokken. Maar je kan ook een muesli eroverheen doen. Een beetje sojaroom erin doen. Of je yoghurt erin doen. Je kan alle kanten op. Het is zo, zo lekker. Ik hou van papaya. Ik ben echt een papaya freak, you guys. A freak. En we gaan weer eens sappen. Ik hou van sappen, omdat je dan heel veel vitamine in één keer binnenkrijgt. En meestal sap ik met alleen groentes. Ik heb nu wel ervoor gekozen om een appel bij te doen, omdat het toch een beetje wat zoeter wordt. Ik vind het zelf niet zo lekker, daar ben ik heel eerlijk in. Maar het is wel goed voor je. En ik doe er altijd kurkuma in, komkommer, wortel, 1 appel of soms geen appel en bleekselderij. Bleekselderij sowieso omdat het super gezond voor je is en kurkuma is echt super, super goed voor je huid. Ja, het gaat het verouderen tegen. Het is gewoon echt een wondermiddel. Ik hou van kurkuma. En zo ziet het dan uit. Dus drink smakelijk of niet, wat jij wil. Voor vanavond hebben wij pasta, because I love me some pasta, baby. En we hebben vanavond ook avocado saus erbij. En deze saus is echt de shit. Er zitten allemaal lekkere dingen in. Allemaal gezond, allemaal vers, geen pakjes, helemaal niks. Just the way I like it. Het is zo creamy en yummy. Ik ga altijd dansen in de keuken. Ik doe heel hard mijn muziek aan als ik aan het koken ben. Hier zit ik helemaal in mijn element. Ik heb er nog wat cherry tomaatjes bij gedaan. En de dingetjes die we over hadden van de sushi heb ik een salade van gemaakt. En dat zie je hier. Ik heb nog wat dingen aan toegevoegd. Dus het is helemaal een complete maaltijd. Dit is echt de... Dit is echt lekker. Het smaakt net als cookie dough. Maar vroeger kon je niet echt cookie dough eten, want er zat ei in. Maar dit kan. Dit is gewoon gezond voor je. Dit is gewoon goed voor je. Het is gemaakt van kikkererwten. En ik heb er vanillesuiker in gedaan. En ik heb er ook maple syrup in gedaan. Voor de rest heb ik ook pindakaas erin gedaan. En dat allemaal bij elkaar doe je in de blender. Je blendt het even en het is super yummy. Creamy, lekker, delicious. Boom. Dit was alweer het einde van mijn video. Ik hoop dat je de gerechten leuk vindt of lekker vindt of een keer gaat namaken. Als je ze na gaat maken, vergeet mij dan niet te taggen op Instagram. Dit is mijn naam en ik heb hieronder in de bio ook nog een link staan. Daar kun je op klikken. En ik zou het heel erg leuk vinden als je dat met mij wilt delen. Verder heb ik ook nog hier in het i'tje of daar in het i'tje heel veel vlogs over alles wat ik eet en doe en blablabla. Al dat soort dingen. Dus wil je verder kijken, ben je nog niet uitgekeken, zou ik hier in het i'tje of daar in het i'tje, ik weet nooit welke kant, de rest van de What I Eat in a Day video's neerzetten. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie dinsdag weer bij een weekvlog. Mwah.